een happy end, gelukkig, vandaag. Ja, gelukkig wel, ja. Ik bedoel, we beginnen goed. Eerste half uur winnen we veel tweede ballen en hebben we, denk ik, wel controle over de wedstrijd. Ze komen een paar keer een beetje eruit, maar dat is meer omdat wij niet goed staan. Ja, en dan maken zij die 1-0 en dan loop je eigenlijk wel de hele wedstrijd achter de feiten aan. En dan moet je gewoon hard werken en blijven erin geloven. En dat hebben we gedaan. En uiteindelijk is het Mitchell die ons redt in de 86e minuut, volgens mij. Dus ja, al met al zijn we wel blij met een punt, ja. Het was wel opvallend dat jullie weer in de beginfase van de wedstrijd weer goed daar stonden, hè? Ja, we stonden inderdaad goed. En we hadden afgesproken dat de vorige thuiswedstrijd tegen NEC was. Ja, die hadden we ook, speelden we ook in het begin vrij goed. Alleen ja, tot de 16 spelen we redelijk voetbal. Alleen daarna, ja, we missen nog inderdaad de afmakers. En dan maakt het niet uit of het de spitsen zijn, of het de middenvelders of de verdedigers zijn. Maar ja, we missen wel iemand daarvoor. En ja, daarna zakt het wel iets weg, wat je zegt, na het eerste half uur. En dan is het ook het moment dat zij scoren. Gaat dan in jullie kopjes rond van, alweer een tegendoelpunt? Nee, want het is voetbal en je weet dat je in de positie waarin wij nu zitten. Je kan altijd een tegendoelpunt krijgen. Het is meer hoe je daarmee omgaat en wat je daarna doet. En ik denk, vooral de tweede helft hebben we erin blijven geloven, hard gewerkt. Natuurlijk gaan er nog veel dingen fout bij ons, dat is ook allemaal normaal. Daar moeten we gewoon nog aan werken, tenminste niet normaal, maar we werken eraan. En ja, uiteindelijk valt hij dan gelukkig, ja. Wat ook opvallend was, was dat de laatste 20 minuten het publiek er ook in ging geloven, hè? Ja, en dat is voor ons wel een extra motivator. En ja, zoals als je dan het publiek ja, hoort juichen en ons aanmoedigen, geef je toch nog een extra boost. En weet je, je werkt keihard de hele wedstrijd en aan het einde, de vermoeidheid gaat er ook in slaan. En als je dan zo'n publiek achter je hebt, dat is alleen maar voor ons een extra motivatie om nog harder te lopen, nog dat extra stapje te zetten. En ja, erg positief erover, ja. In ieder geval fijn na de winst van Excelsior vandaag weer een punt erbij, hè? Ja, als we elke wedstrijd inderdaad onze puntjes pakken, dan komt de weg naar boven wel. En vandaag zijn we blij met een punt, ja.